De Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM heeft het afgelopen weekend werkzaamheden verricht in haar distributienet in de omgeving J.A. Pengelstraat, Henk Aronstraat, Quataweg en de Oude en Nieuwe Charlesburgweg. Ook moest het productiestation aan het William Kraanplein gisteren vanwege onvoorziene omstandigheden tijdelijk uit bedrijf worden gehaald. Hierdoor hadden meerdere buurten in Groot Paramaribo te kampen met een lage druk tot zelfs geen water uit de kraan. Na elke onderbreking duurt het namelijk uren of dagen alvorens de waterdruk in het distributienet weer gestabiliseerd is. De SWM betreurt de ontstane situatie en biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief. In een samenwerking tussen het commissariaat van Saramaca en het ministerie van LVV is het 6 kilometer lange Bombay-kanaal op de grens tussen de resorten Calcutta en Tijgerkreek handmatig schoongemaakt. Deze werkmethode, die in het district Saramaca in verschillende gebieden wordt toegepast, leidt tot enorme besparingen op het aanhuren van graafmachines. Drie werknemers zullen permanent belast worden om het kanaal het heel jaar door schoon te houden. Het dorp Klaaskreek is zo goed als overbewoond, terwijl er nog velen zijn die zich nog willen komen vestigen. Door deze problematiek op te lossen heeft stichting Lokeo onder leiding van Sandino Rattling samen met weilenkapitein Martin King vanaf 2012 besloten om het westen van Klaaskreek bouwrijp te maken of in cultuur te brengen, waardoor behoeftigen daar aan een stuk grond kunnen komen om te bouwen of om aan landbouw te doen. Door tussenkomst van het ministerie van Openbare Werken werden de 5 straatnaamborden onthuld met als hoofdweg de kapitein Maarten Kingstraat. Het commissariaat hoopt dat dit gebied verblijf zal bieden aan de behoeftigen en dat de stichting de doelen die zij nastreeft zal bereiken.